Leomanni leeft al enkele jaren grotendeels in isolatie. Mondo Verde wil Manny naar Faunaland Ankel laten gaan, een pretpark van hetzelfde niveau als Mondo Verde. Faunaland Ankel maakt deel uit van het pretpark Ankel. In de gebieden met dieren, zoals het waterpark en Faunaland, staan interactie en shows met de dieren centraal. Wanneer de dieren niet als attracties worden gebruikt, zitten ze in kleine verblijven. Hier hebben ze meestal weinig tot geen mogelijkheden om zich terug te trekken uit het zicht van bezoekers. Veel dieren, waaronder stekelvarkens, tapiers en zelfs de leeuwen, kunnen door bezoekers zelf gevoerd worden. Vorig jaar nog kwam het park in opspraak vanwege deze video. Biteback wil niet dat Manny naar dit pretpark wordt gestuurd. Help jij ons om Manny een betere toekomst te geven? Kijk op onze website wat jij kan doen.